Welkom bij de Insiders Tour. Want Katelijne, jij zat niet op de Jan Lichtertstraat 1. Maar wij wel. Dus we gaan jou alle geheime plekjes laten zien. Heel benieuwd. Je denkt, dit is het schoonmaakhok. Maar... Oh, hier. Conrectorenstraat. Oh, wacht. We doen er één open. Wat is dat? De agenda's. Met... Dit is denk ik een klasseagenda. Uit 19? 92. Ja? Nee, 93. Oh, nou, dat is nog helemaal niet zo oud. Oh, 1982. 1982. Notulen. Wow, handgeschreven. 1886. Fotoarchief van het echte. Nou. Dat is onze school. Ja. Dat is onze school. Kijk, eens wat we hier hebben gevonden. Tussen de foto's zien wij een collega van ons nu. Wie herkent haar? Daar hebben we onze lieftallige economiedocent Inge Margriet van Meert. 1999. Hé, hey, daar hebben we Paula. Ja. Galafeest 99. Ach, die heeft een sluis. Oh ja. Hier. Jan-Albert Slurink heeft nog bij ons gewerkt. Ja. Hier is ook een archief. Ah. Ik ben nu Annemiek van der Belt aan het opzoeken. Kijk eens eventjes van bellen. Annemiek van der Belt. Zit hier gewoon nog in het archief. Oh, niks veranderd. Vet gaaf. Superleuk. De staffoto in de klas. Denk dat ook heel veel mensen deze kennen. Die staat er al een tijdje, denk ik. Die staat er al heel lang. Dit vond ik ook altijd zo leuk. Achter deze deur zit het kabinet van meneer Van Ham. Waar zijn we? Ik zou het niet weten. Ik ben hier nog nooit geweest. We zijn hier achter het podium. Dit is fantastisch. Ik kan nog helemaal naar beneden. En dit hokje, dat was de kleedkamer tijdens de grote avond. Kijk, heel gevaarlijk. Ja, daar val je gewoon een stuk naar beneden. In het hok van de conciërges. De conciërges. Hier, let op. Au. Lukt het daar? Ja, dat doet. Nou, en hier heb ik dus super vaak op het podium gestaan. Lekker zingen, dansen, spelen. Was fantastisch. En dat was altijd op de
hoe heet het toch ook alweer? Op de grote avond. Oh, zo'n souffleer. Hij is open, dus we gaan kijken. Wat zit er achter de deur? Wat is het? Het is gewoon een... Een gevangenis? Een gevangenis. Plekjes zien van onze school, kom dan op 21 april naar de, ja wat is het, reunie, afscheidsdag, knuffel, nog een zuil, zo'n dag. Dus 21 april, we zien je graag. We'll be right back.